en 7. Dijkmagazijnen. De omgeving van Nijmegen is enorm waterrijk. Denk aan de Waal, de Maas, het Pannerdenskanaal en het Maas-Waalkanaal. En waar veel water is, is er kans op overstroming. Gelukkig zijn we voorzien van een heleboel goed onderhouden dijken in onze omgeving. Vroeger, in de 19e en de 20e eeuw, werden de benodigdheden voor het dijkonderhoud opgeborgen in dijkmagazijnen. Denk aan kruiwagens, zandzakken en schoppen. Deze materialen waren nodig bij een dreigende dijkdoorbraak. Het dijkleger, bestaande uit jonge mannen uit de regio, repareerde hiermee de slechte plekken in de dijk. De materialen werden met paard en wagen of te voet snel ter plekke gebracht. In 1838 had de provincie een nieuwe taak gekregen op waterstaatgebied, involge het ingevoerde polderreglement. Daardoor kwamen deze dijkmagazijnen. De eerste reek dijkmagazijnen zijn van kort na 1840. Ze stonden pakweg om de 5 kilometer. De meeste dijkmagazijnen hier aan de Waal zijn in de tweede helft van de 19e eeuw gebouwd. Dit voormalige dijkmagazijn aan de Waal staat in het buitengebied van het dorp Beuningen en is rond 1900 gebouwd. De gemeente Beuningen kent nog 3 andere dijkmagazijnen, bij Winsen, Ewijk en Weurt. Het dijkmagazijn in Bemmel is ouder. Deze komt uit 1867. In de Tweede Wereldoorlog werd het verwoest en in 1947 volgde de herbouw. Rond de jaren 60 van de vorige eeuw verloren de dijkmagazijnen hun functie omdat modern materiaal centraal werd opgeslagen. Veel dijkmagazijnen werden gesloopt vanwege de broodnodige dijkverzwaringen. Tegenwoordig zijn alle nog bestaande dijkmagazijnen rijksmonumenten. Het zijn echter geen opslagplaatsen meer, maar hebben andere functies gekregen. Zo is het dijkmagazijn van Beuningen een bezoekerscentrum en Bemmel heeft daarbij ook een mooi natuurmuseum. Veel dijken zijn smal en soms zijn het eenrichtingswegen voor gemotoriseerd verkeer. En als het dan op het eind van de dijk een robuuste slagboom de weg afsluit, dan is er maar één mogelijkheid. Achteruit rijden met de bus, kilometers lang. Dat legt dan wel een lichte druk op het team.